Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar nou, weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de cash show in Rome? Nou, ik vond het een hele mooie cash show. Ja, ik vond het een mooie cash show, maar het leek wel of dat het een klein beetje minder was. Op een gegeven moment, uh, ongeveer in het midden, was de cash show, maar. Uh, ja, daarna was je er eigenlijk al een klein beetje uit. Wat wel heel erg uh, tof was. Uh, wat mij heel erg uh, opviel. Dat was uh, op een gegeven moment uh, had je ja, een soort etalages had je. Met allemaal dure kespullen. Dat had ik nog nooit uh, in Roon gezien. De eerste keer dat ik dat zag. Dat was drie jaar geleden in, toen ik uh, met Angela in Duiven was. Uh, ja. Duiven is natuurlijk een hele grote winkel. En uh, die winkel... Uh, ja, die kan veel meer... Uh, capaciteit hebben. Er zit natuurlijk nog een extra... Uh, etalage zit erop en zo. Um, ja, er is gewoon meer plek voor. Uh, Roon had dat nooit. Uh, Halster had dat ook niet. Uh, alleen uh, voor zulke soort... Ex ex exclusieve... ik kon bijna niet meer mijn woorden... exclusieve kerstspullen... Ja, dan kon je eigenlijk alleen maar in duiven terecht. En nu was dat ook in Roon. Mijn moeder, die zei dat dat vorig jaar ook al was. Dus ik denk dat het vorig jaar de allereerste keer was dat dat was. Maar uh, ja, dat viel me heel erg op. Uh, in positieve zin. Uh, voor de rest, ja, het was weer fantastisch mooi aangekleed. Het was ontzettend mooi, was het. En uh, ja, het was gewoon weer genieten. Het was echt weer gewoon ouderwets genieten. Ja, kerstweer. Het uh, brengt altijd iets uh, heel speciaals, altijd. En um, ja, je komt echt in de kerststemming. Ik krijg ook altijd een beetje zo'n droomvluchtgevoel met al die takken en bomen en zo. Op de een of andere manier krijg ik daar altijd een soort droomvluchtgevoel van. Dat je net in de droomvlucht zit. Maar het was, het was fantastisch, jongens. Ik heb weer ontzettend genoten. Ik zei het al, in de vorige vlog zei ik het al. Ja, dit jaar moeten we gewoon weer wat meer cast-shows gaan doen. Want cast-shows zijn altijd leuk om te doen. Dus um, ja, dat gaan we sowieso doen. Als het goed is, ga ik morgen ga ik iets leuks doen. Uh, het is nog niet echt helemaal uh, bekend of dat het doorgaat. Maar uh, anders dan gaan we het uitstellen. Want ja, het weer is ook wel ontzettend slecht de laatste tijd. Heel veel natte sneeuw, koud, uh, regen ook heel veel. Koud kan je eigenlijk nog wel opkleden. Maar um, ja, de regen, dat is nog wel een grote spelbreker. Want eigenlijk zouden we morgen wat gaan doen. Ik weet nog niet of dat er doorgaat. Uh, we hebben nog één dag. Uh, ik. Uh, ik hoor het wel. Uh, Joost gaat in ieder geval niet mee. Want die heeft echt geen genoeg uren meer. Dus die uh, blijft... Uh, ja, die gaat niet mee in ieder geval. Maar misschien ga ik wat leuks doen met Kevin. En uh, wat dat is, dat kan jullie binnenkort zien. Als het goed is ga ik zo nog even naar buiten. Want ik heb nog twee locaties die ik wil gaan filmen. Het is één uur nu ik dit opneem. Het is dezelfde dag als het goed is online gekomen. Het is vandaag 21 november 2024 en ik hoop uh, nog eventjes vandaag even snel naar buiten te gaan om even twee vlogs op te nemen. Want ik wil jullie nog twee dingen, wil ik nog vloggen. Uh, daarna, als het goed is, dan gaan wij, uh, ja, als het doorgaat, dat leuke doen. Als dat niet doorgaat, dan doen we dat even op een ander tijdstip als het weer wat gunstiger is. Kou kan je eigenlijk nog op kleden. Kou vind ik nog niet zo heel erg, maar als je echt de hele dag regen hebt, dan is dat niet te doen. Het is in ieder geval, uh, ja, ik verklap het al een klein beetje een buiten vlog wat we gaan opnemen. Dus uh, hou het kanaal in de gaten. Ja, GTA dat is even de laatste tijd ook weer even wat minder. Uh, ja, met Nick is het er wel, maar ja, uh, yeah, uh, misschien uh, van het weekend weer. Gaan we weer een uh, een livestreepje doen op vrijdag of zaterdag. Dat is altijd wel leuk. Altijd om even een livestreampje op te nemen. In ieder geval. Uh, dit was de vlog in ieder geval. Casio Intratuin. Roon. Top. Uh, we kunnen er nog een heleboel doen. We kunnen nog naar Halster. We kunnen nog naar Hellevoetsluis. Uh, we gaan het wel allemaal zien. Wat we nog gaan doen. In ieder geval. Ik hoop niet dat dit de laatste Casio was. Ik hoop nog wel een paar Casio's. Dit uh, ja, deze maand is bijna voorbij. Maar um, ik hoop nog even een paar kerstshows te doen. Dit jaar in ieder geval nog. Dat we door een paar kerstshows uh, erbij hebben op dit kanaal voor 2024. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen: de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye-bye. Hoi. Bye,